Hoi allemaal, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een pakketje binnengekregen en die wilde ik heel graag met jullie delen. Ik heb namelijk een pakketje binnengekregen van Zavool. Misschien hebben jullie wel eens eerder Zavool shoplogs op mijn kanaal gezien, maar ik ben eigenlijk best wel fan van Zavool. Ik vind het echt een hele leuke site. Ik zeg wel heel eerlijk dat ik dit allemaal opgestuurd heb gekregen. Maar ik vind het wel echt zo'n leuk site. En elke keer als ik daarop kijk, dan krijg ik gewoon de neiging om van alles te gaan bestellen. Sowieso, hun bikini pagina is echt amazing. Daar word ik gewoon echt zo hebberig van. En ze hebben ook nog eens hele leuke kleding op hun website. En nu hadden ze dus aan mij gevraagd of ik wat dingetjes opgestuurd wilde krijgen. En daar zeg ik natuurlijk altijd ja tegen als ik het leuk vind. Dus vandaag ga ik dit met jullie delen, ook om een beetje de kwaliteit en alles aan jullie te laten zien. Voor het geval dat jullie misschien ook een keer willen bestellen op Zavool. Ja, laten we gewoon snel het pakketje gaan openmaken en gaan kijken wat ik allemaal binnen heb gekregen. Ik ga er gewoon wat dingetjes uitpakken. Ik heb sowieso een paar bikinis besteld en wat kleding. Dus ik ben echt mega benieuwd. Ik ga gewoon het bovenste wat ik zie eruit pakken. Dat is dit. Het komt allemaal in van deze zakjes als ik het zo bekijk. Ja, echt allemaal. En ja, dat is wel heel erg chill. Want deze zakjes kan je natuurlijk ook bewaren voor bikinis of ja. Dit is in ieder geval een jurkje. Dat kan ik me nog herinneren. Dit is het jurkje die ik heb besteld. Het is wel allemaal een beetje zomers wat ik heb besteld, bedenk ik me nu. Maar goed, we bewaren het gewoon tot in de zomer. Maar ik hou gewoon zoveel zomerkleding, dus je kan maar nooit te vroeg genoeg dingen uitkiezen voor de zomer, denk ik. Maar in ieder geval, dit jurkje. Het is een rood jurkje met allemaal witte stipjes. Met echt super schattige knoopjes op de voorkant. Ik ben echt obsessed. Ik vind het echt super, super leuk. Dus ik denk dat dit wel echt een heel leuk jurkje gaat zijn voor in de zomer. Dus hier ben ik echt heel, heel, heel erg blij mee. Ik vind het echt heel erg cute. Ik hoop dat ik het allemaal pas, dat wel. Ik heb eigenlijk bijna alles in de maat L besteld. Ja, meestal valt het allemaal echt heel klein. Dus je kan het maar beter allemaal gewoon ruim bestellen. Oké, het volgende. En dit is een shirt slash truitje. Die heb ik in de maat XL besteld, staat hier. Dit is wel weer een beetje wat ik nu ook kan dragen, gelukkig. Dit is wel een beetje een winterdingetje. Dit is namelijk dit streepje shirt. Ja, ik heb zelf al wel eens mijn streepje shirt. Maar het leuke vond ik dat het wijde mouwtjes heeft. Toen ik dit zag, toen dacht ik echt, yes, I need this. Dus echt super, super leuk. Deze ga ik sowieso heel vaak dragen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Oh ja, dit was ik helemaal vergeten. Ik heb ook een haarbandje besteld. Maar die ziet wel echt heel dun uit als ik het zo zie. Ja, dat is hij ook. Het is dit haarbandje. Geel met witte en zwarte streepjes. Echt superleuk. Dus deze ga ik ook sowieso heel veel dragen. Want ik vind haarbandjes gewoon echt heel erg leuk. Wat is dit? Ik weet niet meer wat dit is. Oh, dit is een rokje. Oh ja, dat ik die ook in mijn mandje had gedaan. Dit rokje. En het is een beetje van een soort van nep suède-achtig stofje gemaakt. Maar voelt best wel chill aan. Ook voor nu denk ik wel. En ik vind deze zo leuk. Want dit is dus zo'n rokje die wat strakker in je middel zit. En dan loopt die hier wijd uit. Echt super leuk dit rokje. Ik ben wel heel erg benieuwd of ik hem ga passen. Ik vind hem echt heel erg leuk deze. Dan het volgende. En dat is weer een beetje een winters item. Een heel leuk schattig truitje. Als ik hem nu zo zie, dan lijkt het net een truitje voor een kind van 4. Maar hij is heel stretchy. Dat is namelijk dit truitje. Ik vond dit gewoon echt een heel leuk kleurtje. Ik heb geen idee of het me staat. Maar ik vond het gewoon echt super leuk. En ja, dit lijkt me gewoon heel erg leuk op een spijkerbroek of op een rokje. Of ja, dit kan je gewoon eigenlijk met alles combineren. En ik vond hem gewoon echt heel erg leuk. I really like it. Trouwens, even tussendoor. Alle linkjes van deze items staan natuurlijk in de beschrijving. Dus mocht je het ook graag willen hebben, kijk dan even in de beschrijving. Want daar zet ik alle linkjes neer. Oh my god! Ja, ik was het helemaal vergeten. Maar ik heb ook een pyjama besteld. Oh, ik ben echt zo excited. Nou, dit is het shirt. Het is echt zo'n super schattig leuk stofje. Ja, ik weet niet. Ik vind dit zo leuk. En er staat hier op de borst staat Lucky. Ik vind dit zo geweldig leuk. Echt, ik kan zo blij worden van pyjama's. En het is ook echt een super dik stofje. Wat ik echt heel chill vind. Want ik heb het altijd zo koud in bed. Dat is echt niet normaal. En dan zit er ook een broek bij. En dat is gewoon deze donkerblauwe broek. En dan heeft hij hier ook nog het stevige detail. Oh, ik ben hier echt zo excited over. Ik denk echt dat het super cute gaat staan namelijk.
echt zo leuk. Oh, ik heb echt... Sorry, maar ik ben hier echt nu al zo blij mee. Het volgende. Ik heb een nieuwe bralette besteld. Want ik draag eigenlijk bijna alleen maar bralettes tegenwoordig. Dat vind ik veel chiller zitten. En ik heb echt een hele, hele schattige nu besteld. Het is deze suède, licht roze, huidskleurig achter... Ja, het is wel echt roze. Bralette. En deze vind ik zo cute. Ik hoop echt dat die goed zit en lekker zit. Want... Deze is echt heel leuk. En dit vind ik dus wel weer echt heel jammer. Ik had een bikini besteld, maar die hebben ze dus niet geleverd. En die bikini was echt heel erg leuk. Oh, de zon komt even. Dit is toch zo irritant. Sorry hoor. Nou goed, het volgende wat ik heb uitgekozen van de website. Oh, ik was gelijk verliefd, hè. Ik dacht, oh ja, dit ga ik nemen. Dat is dit super leuke truitje. Ik vond de kleurtjes die erop stonden... Zo leuk. En ik zag dit gewoon al helemaal voor me. Met gewoon een leuke broek eronder. Leuke schoenen. En ik vind dit zo mega leuk. Echt niet normaal. Ik ben hier echt zo blij mee. Oké, en dan heb ik als laatste nog 2 bikinis binnengekregen. Ik had er dus eigenlijk 3 besteld. Maar er is er 1 gewoon niet gekomen. Wat ik echt heel jammer vind. De eerste heb ik deze hele leuke felle oranje bikini besteld. Ja, ik denk dat het op camera niet eens overkomt. Maar hij is echt fel, fel oranje. Echt heel erg cool. Echt superleuk als je echt heel bruin bent. En dit is het broekje. Deze ga ik denk ik sowieso wel passen. Dit is denk ik in de maat L besteld. Maar dit ga ik denk ik wel passen. Het voelt wel heel dun aan het broekje. Maar nou, ik denk dat het wel goed komt. Het is nog lang geen zomer, maar... Hè? Kan maar beter te vroeg zijn met bikinis. Ik kan het hele jaar door bikinis kopen. Maakt echt niet uit welke tijd van het jaar het is. En dan de tweede bikini. En deze vind ik ook heel leuk. Hij heeft ook echt een mega leuk kleurtje. Ik ben heel benieuwd of ik dit ga passen. Dit ziet er namelijk wel een beetje groot uit. Dit soort bikinis zijn dus helemaal hot. Deze periode. Dit zijn namelijk gewoon van die bandeau bikinis. Maar dit is echt helemaal hot en happening. En dan met zo'n... Ja, dit ga ik toch niet passen. Doe normaal. Oké, dit had ik echt beter gewoon in een gewone maat kunnen kopen. Nou, dit ga ik echt niet passen hoor. Dit is echt een oma onderbroek. Dit is echt veel te groot. Dat is jammer. Meestal valt het heel klein. Dus ik doe dan automatisch gewoon dit soort dingen heel groot bestellen in de maat L. Nou, dat is wel jammer, want ik vind dit wel echt een hele toffe kleur. In ieder geval is dit alles wat ik heb uitgekozen. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik krijg wel heel erg vaak de vraag over Zavo hoe het zit met douanekosten. En ja, die kan je wel krijgen. Ik heb het nog nooit gekregen. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die best wel veel douanekosten erop hebben gekregen. Daar kan je vrij weinig aan doen. Dat ligt ook niet aan Zavo. Dat ligt er gewoon aan dat het uit China komt. Dus ja, het is in ieder geval volgens mij de regel dat als je onder de 20 euro bestelt, dat je op zich niks hoeft te betalen. Maar daarboven kan het dus wel gebeuren. Dus dat is wel een nadeel. Maar het is wel echt een hele leuke site. En ja, ik ben heel erg blij met deze items. Het is... een beetje een mix tussen zomerse en winterse items. Maar goed, ik vind het gewoon heel erg leuk om, ja, om zomerkleding te kopen. Ik vind dat gewoon echt heel erg leuk. In ieder geval was dit de shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral even een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!